Parijs noemen ze ook wel de stad van de liefde. En hoe toepasselijk is het dan dat Square Enix de remake van mijn allergrootste liefde in games ooit heeft meegenomen. Ik mag hier opnieuw kennis maken met de game. Ik mag hem een paar uur spelen. En ik ben zo fucking benieuwd. Zou oude liefde echt niet roesten? Ik ga er nu achter komen. Naar mijn bescheiden mening is het origineel Final Fantasy VII de allerbeste game ooit gemaakt. En dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen als je zo'n game remaked. Maar nu ik de game een tijdje heb gespeeld, moet ik eigenlijk wel zeggen dat het valt helemaal niet tegen. Het overtreft zelfs mijn verwachtingen. En dat komt omdat zij een fantastische balans hebben kunnen vinden tussen wat de fans willen, maar ook wat nieuwe spelers eventueel willen. En een perfect voorbeeld daarvan is het battlesysteem. Het oude systeem is natuurlijk compleet turn-based. Maar in de nieuwe Final Fantasy games, bijvoorbeeld Final Fantasy 15, is het veel meer real-time. En hier hebben ze ervoor gekozen om het meer te combineren. Je kan zelf een beetje instellen hoe real-time je het wil hebben, of hoe turn-based je het wil hebben. Het is echt heel erg tof. Buiten dat, al die characters, de omgeving, de muziek. Het is echt een nerdgasm van heb ik jou daar. Ik ga nog even lekker doorspelen. Maar ik heb ook een interview gehad met onder andere Kitase-san. En ik heb me gevraagd hoe het zit met de content. Want Midgar is eigenlijk maar een klein gedeelte van het origineel. En nu hebben ze er een hele game van gemaakt. Hoe zit het dan met de rest van de content? Oh ja, en iets met chocobo's. So when we first started out planning on Final Fantasy VII Remake Project, it did become quite apparent very quickly that the amount of volume that the game was going to have to cover the whole story and when done in this modern level of detail was going to be just way more game content that you could fit in a single title in a single game. So obviously then there's two options that we had available to us on how we approached it. The first of all would be to really try and force everything into one game and cover the whole of the wider Final Fantasy VII story. The other option, of course, would be to work in the level of detail we needed to show absolutely everything in that original story and flesh out and make it work as a modern game, but that would result in more than one game. So when we were thinking about which option to take, it was quite obvious, really, that to satisfy the fans and give them what they want, we really would have to go for more than one game, and that's why we made that. So first of all, the approach we took and how we actually started fleshing out the volume of the gameplay to get it from what was in the original Final Fantasy VII to what we have now in the remake. It really wasn't a case of saying, okay, we have to put loads more content in. How can we force all this extra content in and build it up and flesh out the story? It actually came about much more naturally in working out how do we reimagine and represent all the content from the original Final Fantasy VII in this modern context. And that got a lot more volume in there just by doing it in that way. One final question, it's kind of a fun question. If you had your own real chocobo, what would you call it? What kind of trick would you teach it? Tough question. I really like cats myself, so I'd probably give it the name Tama, which is a classic Japanese cat name. And I'd want to ride around on it, definitely. So I'd definitely make it familiar with humans and get it to a place where it can carry me all around. But I don't think that's particularly realistic, because if I tried to keep something as big as a chocobo in my small house in Tokyo, I think my wife might get very angry with me. Name, that's a difficult one. I mean, I think I'd keep it simple. I'd probably just call him Choco, or her Choco, and then get her to lay eggs for me every day so I don't have to worry about breakfast. Nice. Ik ga natuurlijk niet voor het eerst op trip en de game mag dan wel heel vet zijn, maar hoe zit het eigenlijk met de trip zelf en de venue? Hoe cool is dat? Laten we dat eens even checken. Allereerst de aankleding. En jawel, een life-size Cloud Strife zwaard. Hoe vet is dat? En naast het vette zwaard van Cloud, uiteraard de machine gun van Barrett. Hoe vet is dat? Maar het is dan ook wel het enige wat ze hier hebben, dus ik geef het een 6. Van een aantal oude hoeren en gamen heb ik behoorlijk dorst gekregen, dus ik ben benieuwd of ik ook nog wat te sappen kan krijgen hier in de zevende hemel. Aha, één colaatje. Het is Coca-Cola, dat is altijd goed, maar in een plastic bekertje. 6. En ik heb trek natuurlijk en we zijn in Le France, dus jawel, croissant. Dat kunnen die Fransen wel. Een 8.
Als fan hoopte ik natuurlijk dat ik een paar hele vette goodies zou krijgen. En jawel, wat lag er op mijn stoel? Een fucking coole tas. Chocobo Sam's Delivery Service. Chocobo. Wel tof. Kijken wat erin zit. Niks. Een 7. En dat maakt het gemiddelde een 6,8. Dus ik rond hem af naar een 7. Het komt puur omdat die game is zo fucking vet. Ik ben een beetje verdrietig. Niet omdat die game zo slecht was, maar omdat ik moet ophouden met spelen. Ik heb nu 2,5 uur gespeeld. En het was sowieso die demo, ook die op de Gamescom stond bijvoorbeeld. Maar nu kon ik gewoon verder spelen. En weet je, voor een momentje was ik even geen journalist, maar gewoon fan. En wat ik zag maakte me echt intens gelukkig. Het is ongelooflijk hoe Square het voor elkaar heeft gekregen om en de fans mij aan te spreken. Maar ik weet ook zeker dat nieuwe spelers gaan het ook echt super vet vinden. De hele production value is gigantisch. Graphics zien er vet uit. De muziek die meegaat met de battles en weet ik wat. Het is echt epic. En ik kan oprecht weer zeggen, ik ben nog steeds verliefd op Final Fantasy 7. En aan alle fans die nog een beetje twijfelden over of dit wel goed zou worden, geloof me, het komt goed. 10 april. Ik kan niet wachten.